William Willekes uit Ophemert beklimt samen met vier anderen binnenkort de hoogste berg van Europa. In het programma Kanjers naar de top volgen we deze vijf klimmers. Ze reizen eind augustus naar Rusland om de 5642 meter hoge Elbrus te beklimmen. Met een expeditie willen de mannen geld ophalen voor Stichting Hartekind, die zich inzet voor kinderen met een hartafwijking. Het doel is om 25.000 euro op te halen. Inmiddels staat de teller op ruim 10.000 euro. De Elbrus is de hoogste berg van Europa. Het bereiken van de top, die in Rusland bij de grens met Georgië ligt, is een stevige uitdaging. Niet zozeer door de moeilijkheid van het terrein, maar wel door de combinatie van hoogte, lengte, terrein en weersomstandigheden. In een serie afleveringen volgen we de expeditie en de weg ernaartoe. Jaarlijks worden er 1500 kinderen in Nederland geboren met een aangeboren hartafwijking. Ongeveer 2/3 van deze kinderen moet vlak na hun geboorte een zware hartoperatie of hartkatheterisatie ondervinden om te overleven. Stichting Hartekind is het enige goede doel in Nederland die zich uitsluitend inzet voor wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. De doelstellingen van de stichting zijn betere overlevingskansen voor hartekinderen en het verbeteren van de dagelijkse kwaliteit van leven. Wij zijn een vrijwilligersgroep met 16 vrijwilligers. Wij doen het hele jaar door acties. En dat kan verschillen van een vaderdagactie tot een sponsorloop, tot een hartekindweek bij de HEMA. Maar de vaste dingen die we echt elk jaar doen zijn echt de markten. Dus dan verzamelen we oude spullen in van mensen die wat kwijt willen. Daarmee gaan we op een markt staan en hebben we elk jaar in september een hoofdmarkt, een finale dag waar we eigenlijk een halve straat voor ons eigen hebben. En dan wordt ook het geld opgeteld van het hele jaar en dat bedrag is ons eindbedrag wat we schenken aan de stichting. En daarnaast zijn we aanwezig bij andere mensen die ook wat voor de stichting doen om Hartekind steeds meer bekend te kunnen maken en ons gezicht te kunnen laten zien. De organisatie, er zijn drie medewerkers. Verder zijn het eigenlijk allemaal vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Door heel Nederland zijn er regio-coördinatoren aangesteld die per regio acties organiseren. En iedereen die zich daarvoor inzet, die is eigenlijk persoonlijk verbonden met Hartekind. Of ze zijn zelf geboren met een hartafwijking of zij hebben familie of mensen in de omgeving die ermee gebonden zijn. Dus dat... Dat maakt het zo speciaal dat iedereen persoonlijk daar iets mee heeft. Ik vind dit een hele mooie actie, ook een hele originele actie. Want vaak is het hardlopen, wielrennen, dat soort activiteiten. En nu is het wel gericht op sport, maar dan ook echt gewoon een berg beklimmen. En daar sluit het doel dan ook heel mooi op aan. Want hartekinderen, maar ook volwassenen met een hartafwijking, zouden dit ook nooit kunnen gaan doen. Je hebt ook echt wel een gezond hart nodig om zo'n berg te kunnen beklimmen. En dat is ook waar deze mensen de afgelopen tijd wel tegenaan zijn gelopen. Dat je echt wel een goede gezondheid nodig hebt om dit te kunnen gaan doen. Dus het is ook zeker wel mooi aansluitend op dit doel. De website van Hartekind is www.hartekind.nl. Daarop zijn verhalen te lezen van persoonlijke verhalen van hartekinderen zelf. Acties die er gedaan worden, de hartevrienden, de medewerkers van Hartekind, de vrijwilligers en hoe je aan promotiemateriaal kan komen. Daarnaast staan ook vaak links naar andere vrijwilligers die Facebookpagina hebben, ook zoals wij, voor altijd in ons hart. En zo zijn er ook nog andere vrijwilligers die eigen pagina's hebben op Facebook en kleine dingetjes maken, boekjes geschreven hebben. Dat kun je ook allemaal vinden op de site. Als er naar aanleiding van dit programma mensen zijn die denken van nou, wij willen iets bijdragen voor Stichting Hartekind of wij willen doneren voor deze groep die nu die berg gaat beklimmen, dan neem contact op. Neem contact op met Willekes of neem contact op met ons via de Facebookpagina en dan wordt dat helemaal geregeld. Een helder verhaal van deze twee kanjers van de Stichting Hartekind. Via eigen gemaakte opname houdt William ons op de hoogte van de voorbereidingen van de beklimming van de Elbrus. Goedemorgen, zondag 23 juli. We gaan vandaag maar weer op pad, zoals als de voorgaande keren. Kijken hoe ver we vandaag kunnen komen. Rondje Tiel, Rijswijk, Zoelmond, Havezaat. En dan proberen ze alweer richting huis te lopen. We gaan het weer beleven. Er wordt heel wat afgetraind. Dit rondje was zo'n 40 kilometer.
Het bedrijfsleven draagt zeker zijn steentje bij. Niet alleen in financieel opzicht, maar er ontstaan ook spontane acties. Nou, ik vind het mooi in ieder geval dat jullie hier lekker aan de gang gaan, hier in de Hoogse Kamp. Dus de voorbereiding voor Hartekind, de berg gaan beklimmen. Dus de hoogteacclimatisatie even proberen uit te testen. En nou, het mooie vind ik wel, iedereen moet dat doen eigenlijk, voor het goede doel werken en zelf ben je gezond en andere kinderen en mensen kunnen helpen hiermee. Nou, dat is een mooie waar ik wel ook in jullie waardeer, dat je hier echt zo mee aan de gang gaat. Dus chapeau en ik zeg lekker doorgaan en ik werk graag mee om jullie daar op die grote hoogte te helpen. Goedenavond, vanavond bij sportschool Julien aangeboden gekregen om in de hoogtekamer te sporten. Kijken hoe het is samen met Ron. Ja, op zich gaat het goed. Hele ander gevoel. Maar ja, weten we waar dat is op de berg? Zweten. Maar lekker. Gaat het goed, Ron? Heerlijk. Lekker zijn zweten, maar is goed om te ervaren. Het is alleen al leuk dat het aangeboden wordt door Julien. Omdat we ook voor het goede doel de berg op gaan, wil hij ook iets voor ons doen. Super. En super is dat inderdaad. Onlangs was er ook de grote algemene gezondheidscheck. Hey, goedemiddag, aangekomen in Amersfoort. We gaan onze laatste fitsheidstest doen voor de beklimming van de Elbrus. Dus ik ben benieuwd of alles goed gaat en of ik mee mag. We horen het later. Groetjes, hoi. Zo, daar zijn we weer. De test zit erop. De conditie en het zuurstofgehalte was goed omhoog gegaan. Dus ja, die man ziet geen probleem erin dat ik naar de top kan. Dus daar ben ik op zich wel heel erg blij mee. Dat in ieder geval hier medisch alles is goedgekeurd. Nu nog afwachten of we het echt kunnen gaan halen. Een prestatie van formaat wordt er geleverd. Tot slot een aantal sponsors aan het woord die vertellen waarom ze William steunen. Ja, bij William die zien we ieder jaar weer een nieuwe uitdaging aangaan. Maar ik heb de indruk dat die uitdaging elke keer steeds extremer wordt. Maar wat heel belangrijk is, dat hij daar ook een goed doel bij zoekt. En in dit geval Stichting Hartekind. Ja, dat ondersteunen wij van harte. Nou, ik heb de afgelopen jaren veel goede doelen acties met William gedaan. Onder andere Alpe d'Huez en voor het KWF en natuurlijk Giro de Kika voor kinderkanker. En ik ben bereid tot ver te gaan, maar William blijkbaar nog een stapje verder. Want toen hij begon over een Elbrus beklimmen, toen heb ik afgehaakt. Ik steun hem van harte en financieel, maar vooral mentaal. Maar deze uitdaging ging mij net te ver. Nou, ik vind dat William ten eerste dat hij hartstikke gek is dat hij eraan begint. Maar voor het goede doel is het natuurlijk hartstikke mooi. Ook vind ik het leuk dat hij uit het dorp komt. En vandaar we hebben hier een klein industrieterreintje. Dus we kennen elkaar allemaal door en door. En ja, daarom is het leuk om William daarbij te sponsoren. Ik heb natuurlijk de foto's gezien en gevolgd hoe ze in de Alpen zijn geweest al. Ik begreep van William dat dat al een redelijke uitdaging was. En volgens mij gaan ze nog 1500 of meer meter extra stijgen. Dus ja, diep respect voor alles.